Ja. Dat we even gewoon, nou ja, mand doen. U heeft uw punt gemaakt en u heeft helemaal gelijk dat de heer Rutte staat hier als leider van de VVD. We gaan door met het debat. Ik geef allereerst het woord aan mevrouw Simons en dan mevrouw Den Haan. Mevrouw Simons. Dank u wel, voorzitter. Ik zou heel graag teruggaan naar de inhoud en de reden dat wij dit debat vandaag voeren. Voor ons staat de VVD-leider, fractievoorzitter van de VVD. Ik heb een aantal dingen horen zeggen vandaag, in de afgelopen dagen, die knopen zou ik graag met elkaar verbinden. Want voorzitter, politieke keuzes die volgen op ideologische keuzes en dat bij elkaar leidt tot beleidskeuzes. De liberale keuzes van de kabinetten die de heer Rutte heeft voorgezeten, die hebben geleid tot een toename van dak- en thuislozen in ons land. Tot groeiende armoede onder werkende mensen. Tot een zuchtende en krakende rechtsstaat. Ik kan echt nog heel lang doorgaan over burgers in Groningen die slachtoffers zijn geworden van overheidscorruptie. Ouders die vermorseld zijn geraakt door alle misstanden bij de Belastingdienst. Et cetera, et cetera. Steeds meer groepen die niet mee mogen of kunnen doen. Ik hoorde de heer Rutte net zeggen, ik heb niets met het etiketje neoliberalisme. Ik ben een liberaal en daar sta ik voor. Het is dezelfde VVD-leider die afgelopen maandag bij Nieuwsuur zei, maar ik ga helemaal niets anders doen. Al letterlijk, meneer Rutte, alstublieft. Als wij hier een debat voeren over of en hoe het vertrouwen in deze persoon als leider van het aanstaande kabinet, als leider van Nederland, als minister-president voor alle Nederlanders, als wij vandaag in dit debat onderzoeken of dat überhaupt mogelijk is, dan ben ik ontzettend benieuwd hoe deze uitspraken en de liberale visie van de VVD-leider zich tot elkaar verhouden, voorzitter. Dank u wel. De heer Rutte. Zo, nou ja, voorzitter, ik heb gezegd, ik ga niet alles anders doen. Dat klopt. Ik ga wel bepaalde dingen anders doen. Daar hebben we het vandaag ook over, op allerlei punten. Maar ik ben heel trots op wat er ook wel bereid is de afgelopen 10 jaar. Want door de kabinetten waar ik leiding aan mocht geven, zijn honderdduizenden mensen in Nederland uit werkloosheid getild, zijn aan de slag gekomen, hebben wij de ergste economische recessie van na de oorlog het hoofd geboden. Door moeilijke besluiten te nemen is Nederland nu de snelst groeiende economie van dit deel van Europa, komen wij waarschijnlijk, volgens alle berekeningen, en kijk ook naar de AAA-rating die de Nederlandse staatsschuld heeft, komen wij als een van de beste economieën in Europa uit de ernstige coronacrisis voor wat betreft onze economische prestatie. En daar ben ik razend trots op. Mevrouw Simons zegt terecht dat er ook een aantal dingen de afgelopen jaren verschrikkelijk fout zijn gegaan. Groningen, de kinderopvang, toeslagaffaire zijn er 2. En er zijn er echt nog meer. Daar heeft ze gelijk in. Maar ik ben ook trots op dingen die wel gelukt zijn en waar ik mijn verantwoordelijkheid voor neem. En ik neem ook mijn verantwoordelijkheid voor dingen die niet goed zijn gegaan. Het kabinet is ook niet voor niets afgetreden. Mevrouw Simons. Dank u, voorzitter. Het is prachtig als je mensen uit de werkeloosheid haalt en ze vervolgens tot werkende armen maakt. Dan heb je een fantastisch resultaat. Dan kun je stellen, nou, de werkeloosheid, dat hebben we aangepakt. Maar het zijn dezelfde mensen die zich helemaal een slag in de ronde werken en niet kunnen overleven. Mijn vraag was eigenlijk, waar, ik heb deze vraag al eerder gesteld, moet de Nederlander, deze vertegenwoordigd door deze Kamer, het vertrouwen vandaan halen dat elke keer als u wordt aangesproken op wat er niet goed gaat en het kabinet is afgetreden, u staat hier ook niet als minister-president, als ik het goed heb begrepen, dus ik spreek u aan als eventueel toekomstig minister-president, want dat is uw ambitie. Dus die verwijzing, dat is ook waar de verwarring elke keer vandaan komt. Met welke pet heeft u op? Voor mij heeft u vandaag de pet van VVD-leider op. De vraag is, als u die positie van toekomstig minister-president, sorry, via de voorzitter, als de heer Rutte die ambieert, waar moeten de Nederlanders, vertegenwoordigd door de 150 Kamerleden hier aanwezig, het vertrouwen vandaan halen dat elke keer als er wordt gesproken over wat er misgaat, essentiële, levensbedreigende problemen voor honderden duizenden Nederlanders, de heer Rutte dan niet zegt, maar er is ook heel veel goed gegaan. Als ik u kan helpen door te zeggen, applaus voor wat er goed is gegaan, erkenning daarvoor. Misschien kunt u dan antwoord geven op mijn vraag. Het is de taak van een kabinet en zeker ook van de minister-president om het snot voor de ogen te werken. Om ervoor te zorgen dat problemen die in het land zijn worden aangepakt. Dat de kansen die we in het land hebben, dat die worden gepakt. Dat in een coalitieland Nederland wij altijd zoeken naar compromissen. We mogen fel debatteren, maar uiteindelijk is het ook een land waarin we tot het compromis komen. Waarin we elkaar de hand reiken en inderdaad de scorebordpolitiek, dat we die achter ons laten. Dat is ook wat ik als leider van de VVD-fractie nu en eerder als lijsttrekker van mijn partij heb gedaan bij de verkiezingen. En bij verkiezingen is het moment dat we ook allemaal weer worden afgerekend door de kiezer op wat een partij
en de mensen van die partij de afgelopen jaren hebben gedaan en hebben laten zien. Dat moment is geweest. Ik ben trots op die uitslag. Maar ik ben ook uiteraard voel de grote verantwoordelijkheid om vanuit die uitslag ervoor te zorgen dat zich een kabinet kan vormen wat de grote problemen van het land die zich nu voordoen na corona aan kan pakken. 1. Eindpunt van corona bereiken en ervoor zorgen dat de zorg en de bedrijven weer aan de slag kunnen. 2. Ervoor zorgen dat de grote maatschappelijke vraagstukken die eerder zijn verergerd door corona dan verminderd, van stikstof, klimaat tot en met veiligheid, de positie van de middenklasse, het midden- en kleinbedrijf, dat we al die problemen in de volgende coalitie oppakken. En ook in de volgende kabinet, mevrouw Simons, zeg ik via de voorzitter, zullen de dingen niet goed gaan. En ik zal altijd eerlijk met de Kamer spreken, mocht ik premier kunnen worden, als dingen wel goed gaan en als dingen niet goed gaan, wat we als kabinet doen om het op te lossen. Mevrouw Simons. Voorzitter, de heer Rutte haalt een aantal problemen aan die inderdaad door het uitbreken van de pandemie schrijnend duidelijk zijn geworden. Het zijn echter ook allen punten die al voor de pandemie schrijnend waren. Ik heb de heer Rutte vandaag in dit debat horen zeggen, dan moeten we keuzes maken in schaarste. Resultaten uit het verleden laten ons zien waar die schaarste terechtkomt, bij wie die schaarste terechtkomt. Wie u die schaarste wel gunt en wie u die schaarste niet gunt. Dus nogmaals mijn vraag, gebaseerd op resultaten uit het verleden, overtuigt u mij en de 80% van de Nederlanders die niet op de VVD gestemd hebben, waarom wij het vertrouwen in de heer Rutte van diep onder toch weer naar boven zouden moeten zien te graven. 78% van de Nederlanders. Maar dat is één. Maar dan op de inhoud van wat zij net zegt. Sinds 2010 en het aanpakken van de ernstige economische crisis hebben we keuze moeten maken in schaarste. Dat zei ik en daar citeert mevrouw Simons mij terecht op. En dat hoort ook hier in het parlement te gebeuren. Voor mij als liberaal is de overheid het schild voor de zwakken. En dat betekent dat als er ernstige problemen in de samenleving zijn, dat je probeert om dat niet bij de mensen die het zwak staan neer te leggen. Als ik kijk in de afgelopen 10 jaar welke moeilijke besluiten we hebben moeten nemen van het beperken van hypotheekrenteaftrek, het verzwaren van de lasten, ook van de middenklasse en het midden- en kleinbedrijf, om uit die crisis te komen, wat ook in mijn partij met de kiezers tot grote debatten heeft geleid. Maar ik zie ook nu hoe wij er economisch voor staan, qua economische groei, hoeveel mensen er aan het werk zijn. De mogelijkheden die er waren de afgelopen jaren om lasten ook weer te verlichten waar dat kon. Dan ben ik nog steeds trots op de keuzes die we daar gemaakt hebben. Maar niet alles is goed gegaan. En dat zal ook de komende jaren zo zijn. Dat het kabinet wat regeert ook fouten maakt. Dat er misschien buiten de schuld van het kabinet in de uitvoering dingen verschrikkelijk fout gaan. Waar het kabinet dan wel de verantwoordelijkheid voor heeft te nemen en die heeft op te lossen. Dat klopt. Maar als mevrouw Simons zou willen horen van mij dat het volgende kabinet een foutloos parcours gaat rijden, dat gaat niet gebeuren. Ook in de komende jaren zullen fouten worden gemaakt. Mevrouw Simons. Voorzitter, ik ben heel erg blij de heer Rutte te horen zeggen dat hij één ding zeker weet en dat is dat hij fouten gaat maken. Het is een uitspraak die ik zelf ook vaak doe, zeker als beginnend partijleider. Mijn vraag is niet of u fouten gaat maken, mijn vraag is ook niet of u fouten heeft gemaakt, meneer Rutte, via de voorzitter. Mijn vraag is deze. Welke concrete uitspraak kunt u hier doen die verder gaat dan het opzetten van een ombudsman 2.0... Welke uitspraken kunt u concreet doen die werkelijk, en laat ik het woord radicaal hier even op tafel leggen. Sinds dag 1, sinds ik de partij bijeen ben begonnen, weliswaar onder een andere naam, onseleus. En ik heb in de afgelopen jaren, ik denk een aantal 100 keer moeten uitleggen wat het woord radicaal werkelijk betekent. Het betekent vanaf de wortel. En als ik dan de heer Rutte, voorzitter, hoor zeggen dat zijn oplossing voor een structureel probleem tussen burger en overheid is het opbouwen van een instituut dat al bestaat. Want als je dan een probleem met de overheid hebt, dan kun je daar terecht. Dan vind ik het jammer dat ik niet de ambitie hoor. Ik hoor wel de ambitie om de volgende minister-president te worden, maar ik hoor niet de ambitie en niet de belofte. Ik vraag niet om een belofte, ik vraag om een ambitie om in ieder geval te streven naar een overheid die het niet elke keer zo ver laat komen dat burgers eerst radeloos naar de telefoon moeten grijpen als gevolg van het beleid van de heer Rutte. Dank u, voorzitter. Ja, voorzitter, wat een onzin. Ik heb toch niet één voorstel gedaan. Ik heb een hele hoop voorstellen gedaan. Maar ik zou ook tegen mevrouw Simons willen zeggen. Dit zijn gedachten hoe we een aantal grote problemen kunnen oplossen. Ik vind ze fundamenteel. Een totaal andere verhouding tussen kabinet en Kamer. Een andere verhouding tussen uitvoering, de overheid en de burgers in het land. Een andere positie voor de professionals in het land. Een versterking van de positie van de Kamer als democratisch orgaan. Gekozen rechtstreeks door de bevolking. Maar ik zou ook tegen mevrouw Simons willen zeggen. Stap uit de rol van commentator op mij.
Ik hoor het en ik neem het ter harte en ik zal mijn voorstellen daardoor verbeteren. Ik dank haar daarvoor. Maar kom ook met eigen ideeën, kom ook met eigen voorstellen. Laat ook zij de belcognac en de sigaar terzijde leggen. Voorzitter, als ik dan daar even kort op mag reageren. Ja, laatste interruptie. Als volksvertegenwoordiger is het mijn opdracht u te becommentariëren en te controleren. Dus uit die rol... Als collega Kamerlid? Mevrouw Simons is... We komen hier wel tot de kern. Het ene moment spreekt de heer Rutte als voormalig minister-president. Het volgende moment spreekt hij als demissionair minister-president. Weer een moment later als toekomstig minister-president. En wanneer het hem uitkomt als VVD-leider. Als u het als Kamerlid, als VVD-leider net zo belangrijk vindt... dat de Kamer het vertrouwen in de overheid terugvindt... dan had u als VVD-leider of bij Nieuwsuur gaan zitten... en gesproken over de VVD en hoe u daar leiding aan wil geven... in volgende kabinetsperiode, of u was... met een van die andere petten die u met gemak binnen 10 seconden wisselt... eerst met ons hier in de Kamer komen spreken. Dat is het eerste deel van mijn antwoord op uw vraag. En als u dan zegt, doet u maar ook eens een keer suggesties... dan is mijn suggestie dat u dat de volgende keer doet. Dat u heel duidelijk kiest met welke pet u wat doet... en ons het respect gunt om dat ook te weten. Want wij moeten elke keer... in de media, via de televisie, afwachten wie tot ons spreekt, met welke pet en wat wij daar dan al dan niet over mogen zeggen. Het is mijn taak als collega Kamerlid om u te bevragen, omdat u hier staat, uitsprekende de wens, de hoop, de volgende minister-president te worden. Dank u wel. De heer Rutte. Voorzitter, niet het begin van een bijdrage aan de discussie over de bestuurscultuur van mevrouw Simons. Alleen maar commentaar op mij. En ik heb het interview bij Nieuwsuur, ben ik begonnen, letterlijk. Met de uitspraak, ik zit hier niet namens het kabinet. Dan hadden we een brief aan de Kamer gestuurd, dan hadden we een voorstel gedaan. Ik zit hier als voorman van mijn partij. Ik weet niet hoe het, en dat was mede ook omdat ik mevrouw Simons maandagmiddag kritiek zag hebben op het feit dat ik daar zou zitten en me dat te harte had genomen. En daarom, dank daarvoor, heb besloten dat interview ook daarmee te beginnen. Dat heb ik ook gedaan. Dus misschien een suggestie voor uw bestuurscultuur, voorzitter. Ik maak nog even. Dus als ze het gezien had, dan had ze dat ook kunnen registreren. Mevrouw Simons. Voorzitter, ik heb twee dingen gezien. Ik heb de heer Rutte daar zien zitten, zeggende ik zit hier als VVD-leider. Terwijl onder in beeld, net als in de aankondiging van het programma... Jongens, daar ga ik toch niet over? De vrije pers net als, nee, maar u maakt afspraken mevrouw met het programma. Anyway, doet er niet toe. Mevrouw Simons. Doet er niet toe. Vindt u niet belangrijk. Jawel. Vervolgens, nieuwe bestuurscultuur, waar ook de Kamer voor verantwoordelijk is. Nou, een kleine suggestie. Het zal niet veel kosten... Als u volgende keer een collega-Kamerlid iets ziet doen of hoort zeggen wat u waardeert, dan kunt u dat ook even gewoon laten weten. Nou, ik vond het juist fijn dat u die vraag stelde, kon ik dat nu zeggen. Maar even over die ondertiteling. U komt zelf uit de media. Wat is dit voor een raar verhaal? Juist, meneer... Ik maak even mijn antwoord af. Ik heb een Nieuwsuur contact gehad via de VVD. Gezegd, we zouden het heel graag bij jullie, als dat kan. Ik wist niet eens wie dan maandag zou interviewen, Wollaars... Of Marielle Tweebeek of iemand anders, dat wist ik niet. We hebben geen enkele eis gesteld over het type vragen wat gesteld zou worden. We hebben eigenlijk maar heel weinig verteld aan ze wat ik van plan was te gaan vertellen. Het enige wat ik gevraagd had via de VVD was... als het kan, alsjeblieft niet eindeloze voxpops tussendoor en filmpjes en dingetjes, laten we een gesprek hebben. En daarvan zijn Nieuwsuur, dat willen we eigenlijk ook, dus dat is prima. We doen alleen een filmpje aan het begin als aankondiging. Dat is de enige afspraak. En wat zij dan vervolgens onder in beeld zetten? Stel nou dat ik daar... Via iemand, ik was er alleen, was niemand met me mee, maar stel dat iemand van de VVD was meegeweest en was gaan tikken op de computer, het staat daar verkeerd. Had ik mevrouw Simons moeten horen. Ik geef nu het woord aan mevrouw Den Haan. De heer Rutte spreekt mij aan op mijn ervaring in het televisievak. En precies daarom, vanuit die ervaring, weet ik dat als u naar een televisieprogramma gaat, en dat geldt voor iedereen hier, en als u dat belangrijk vindt, als u daar waarde aan hecht, dat er geen enkel misverstand over kan bestaan, dan zegt u, ja, ik kom heel graag. Als VVD-leider. En dan is dat de titel die heel Nederland op de buis ziet. Nou ja. Ik geef het woord aan mevrouw... Volgens mij heeft u zich volstrekt duidelijk gemaakt, hoor. Geef mevrouw Den Haan het woord voor haar interview.